Weet je waar ik me aan gestoord aan heb bij Sparta? Ja? Kijk, ik vind Henk Vreeser een prima jongen, maar die dan een goed journalistiek verhaal in het AD betitelt als het lijkt van een newskanaal. Ja. Nou, dan weet hij het verschil tussen een newskanaal en een journalistiek product niet. Hele domme opmerking. Ja, voor de mensen die het gemist hebben, dit zei hij. We hebben een klein stukje laten horen nu. In mijn optiek, en dat bedoel ik niet alleen met deze zaak, in alle zaken waar een journalist, tegenwoordig heb je die juice channels, heb ik begrepen, die allerlei zaken uitspreken. Daar kan je op af, daar word je op afgerekend tegenwoordig, hè? Door iedereen die het leest. Ik heb niks met gokken, dus ik zou een bepaald idee hierover kunnen hebben. Maar ik heb ook niks met met de journalistiek in die vorm. Mm-hmm. Want wij zijn niet om mensen te veroordelen. Dus heel goed journalistiek werk, waar mensen maanden aan gewerkt hebben. Maar dit is onderzoeksjournalistiek en dat moeten we koesteren in Nederland. Ja. En dat, omdat het over Sparta gaat en dat hij die domme kracht wil blijven opstellen, veegt hij de vloer ermee af. Maar hij zet zichzelf als een domhoor neer. Ja, maar die... Wat? Ja. Nee, die gele kaart was toch opzettelijk toen. Ja, maar die ene toen hij zo die Maar hij was nu geblesseerd geweest, toch? Omdat hij hij was toch bijna flauw gevallen een keer? Ja, Of een schudding. Maar hij is er nu 5 minuten in en hij heeft weer zo'n Beugelsdijk, alles zat meteen onder het bloed. Ja, niet normaal, man. Maar hij had dus aandelen. Ja, maar als je dus hoort dat Beugelsdijk onmisbaar voor Sparta is, dan heb ik alle begrip voor dat ze een degradatie nooit zit. Maar het is wat je zegt, zo'n trainer moet zich daar wel op een bepaalde manier... Maar ik vind ook niet dat hij dit soort dingen namens de club moet zeggen. Want het is onjuist. Het is Willem Engel gelul. Willem Engel, die ook weer even vastgezet is. Trouwens, tussendoor kregen we net het bericht binnen dat Meesters in Hypotheken, naast het feit dat er nu ook allemaal gokbedrijven zijn, Meesters in Hypotheken, er schijnen ook allemaal Eredivisie voetballers bij betrokken te zijn, met allemaal hypotheken die niet helemaal in de haak zijn. Dat meldt de Telegraaf zojuist. Dus ja, maar ze hebben allemaal zaakwaarnemers en daar zullen ze dit soort dingen mee overleggen. Ik kan me niet voorstellen dat de speler dit zelf bedenkt. En die zaakwaarnemers zien dan opnieuw, nadat ze hun fee al gehad hebben, opnieuw geld aan de horizon. En die jongens worden een kwaad daglicht gesteld. Dat zijn geen zaakwaarnemers, dat zijn hyena's.